Het is me een hele eer, want ik mag een hele mooie dame introduceren. Let op, ze heeft nogal een scherpe tong. Er zijn heel veel globalisten die daaraan open worden gesneden. Ze stelt de agenda van de klootzakken aan de kaak. Ze roept nationaal en internationaal op tot verzet. Deelt het lot van de boeren met het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de hele wereld. Hier is ze, Eva Vlaardingenbroek. Boeren, burgers, Nederlanders. Ons land is ontstaan uit het verzet tegen de tirannie. Tegen de Spaanse tirannie. Nu, bijna 5 eeuwen later, strijden wij Nederlanders opnieuw tegen tirannie. We strijden tegen een corrupte en onrechtvaardige overheid. Een overheid die andersdenkenden uitsluit en boeren van hun land jaagt. Toen kwam het onrecht uit Madrid, nu komt het hier, uit Den Haag. En dat is het onrecht van de ergste soort. Want onze overheid heeft zich gekeerd tegen haar eigen bevolking. Zij heeft de aanval geopend op een van de hardst werkende, meest succesvolle en bewonderenswaardige groepen van dit land. En dat zijn jullie, de boeren en burgers van Nederland. Onze boeren zorgen al eeuwenlang voor miljoenen mensen ter wereld voor de dagelijkse voedselvoorziening. En anders dan wat die leugenaars in Den Haag beweren, doen jullie boeren dat op een verantwoorde en schone manier met oog voor de schepping. Maar daar gaat het ons kabinet niet om. Het gaat ons kabinet niet om de natuur. Het gaat ze niet om de Nederlandse bevolking. En het gaat ze niet om de boeren. Ons kabinet heeft een leugen gecreëerd om de boeren van hun land te verjagen. Alles wat jullie boeren bezitten, alles waar jullie je hele leven hard voor gewerkt hebben, zij menen dat even van jullie af te mogen pakken. En weten jullie hoe ik dat soort mensen noem, dames en heren? Ordinaire dieven! En ik zeg het jullie nu, hier ter plekke, met dieven gaan wij niet in onderhandeling. Wij gaan niet in onderhandeling met mensen die onze boeren hebben getreiterd, die onze boeren tot wanhoop drijven en een uitputtingsslag proberen hen ten val te brengen. En helaas, niet alleen ons kabinet, maar ook een aantal oppositiepartijen dat zegt te strijden voor de boeren, maar dat hier nu niet is, moet zich wat mij betreft schamen. Want, lieve mensen, als nu niet de tijd is om te vechten, wanneer dan wel? Als Rutte en Kaag het voor het zeggen krijgen, dan verandert Nederland in een tri-state waar Brussel dicteert. En wat zal dan nog de inspraak zijn van de Nederlandse bevolking? Nul! En daarom zijn wij hier vandaag met z'n allen. Moet je kijken met hoeveel mensen jullie hier staan. Tegen alle verwachtingen in, wat prachtig! De verwoesting van ons land en onze democratie moet stoppen. Boeren van Nederland, jullie zijn de enige met de moed en de mankracht om het wanbeleid van Rutte 4 een halt toe te roepen. Jullie zijn het laatste redmiddel van Nederlands, ons prachtige Nederland. En dat is natuurlijk precies de reden waarom ze jullie weg willen hebben. En daarom zullen wij ze bestrijden, want zij zullen ons bestrijden tot in de keuken en tot in de woonkamer.
En de lakeien van de mainstream media zullen er uiteraard alles aan doen om onze boeren en ons allemaal hier weer op het bot te demoniseren. Maar wij weten beter. Wij allemaal staan pal achter onze boeren. Want wij weten dat als ze klaar zijn met de boeren, dat wij allemaal aan de beurt zullen komen. En daarom, beste mensen, lieve mensen, gaan we het niet laten gebeuren. Wij zeggen nee tegen het globalisme. Wij zeggen nee tegen de uitverkoop van ons land. En wij zeggen nee tegen Rutte 4. Leven de Nederlandse boeren, leven onze bevolking en leven de vrijheid. Dank jullie wel. Dankjewel Eva. Iedereen in de wereld weet het, hè? De Dutch Farmers. Er komt alweer Eva. Hoppakee.